Goedemiddag, welkom bij vlog 51. Ja, zoals jullie zien ben ik al aangekleed, maar ik ben net wakker. Het is 2:30. Ja, het uploaden ging niet zo snel. Het wou niet wat ik wou, dus ik ging pas om 4:30 naar bed. Dus ja, dan mag je wel even wat later uit bed vanzelf. Maar heel eventjes mijn meisje, even mijn haar even nog fashioneren. En dan ga ik zo mijn meisje uitlaten. En dan ga ik eventjes hobbyën. Ja, hobbyën, foto's maken. Volgens mij regent het buiten, als ik het zo goed zie. En het schijnt ook het zonnetje. Dus ja, we moeten het maar even bekijken. Hoe het weer zich gaat doen. Wat het weer gaat doen. Dus, nee, maar mijn videopad Edward wou gewoon niet. En wat ik wou. Het liep iedere keer vast. Of, iedere keer buffering. Dus, nee, dat schiet niet echt op. Dus, ja. Dus, maar het is eindelijk hopelijk gelukt. Dus eens even kijken hoe het allemaal gaat worden om 4 uur straks. Voor jullie gisteren. Dus, ach ja. Nou, wij zijn eventjes bij de Jumbo geweest. Ik heb weer voor 5,33 euro gratis boodschappen kunnen doen. Ja, gratis. Waarom keek jij nou zo? Ik maar 2,19. Beetje baas en bovenbaas, hè? Altijd. Moet kunnen. En de Zulu en die hangt ook hier al in de lucht. Ja, de Zulu. Even kijken. Waar zit hij? Ik zoek, maar ik kan niks vinden. Oh, jawel. Dat is de Zulu. Ja, dat zeg ik heel goed. Dat was de Zulu. Ja, dat was de Zulu. Ja, hihi. Grapje. En wat ben je nou weer aan het doen dan? Waarom ben je mee bezig? Met de telefoon bezig zijn, toch handig? Nee, niet handig, hè? Nee, hè? Dan kan ik niet met jou communiceren via de WhatsApp. Moet dat dan? Eigenlijk wel. Nee. Nee, echt niet? Nee. Oh. Maar. Ellen, vlog met Ellen, die is ook een challenge aangegaan met zichzelf. Voor 25 euro in de week. Ik heb 120 euro in de... Ik heb 120 euro in de maand. Daarvoor moet ik ook nog kattenvoer en kattengrit gaan halen en hondenvoer. Maar als je dus dat al hebt, dan reken je dat gewoon al, ook al in principe niet mee. Mocht je dat willen. Dus inderdaad, probeer eens keertje met 120 euro voor de hele maand boodschappen gaan doen. Ik doe het al. Maar wie wil die challenge aangaan met mij? Met 120 euro in de maand. Ja, van die 120 euro, daar gaat dus in principe eigenlijk, als je honden en katten hebt, dubbel, dan gaat daar dus ook nog van die 120 euro kattengrit en hondenvoer vanaf. Dus dan hou je eigenlijk zelf minder over voor je eigen eten. Dus mocht je dat dus niet hebben, dan hou je hoeveel eigenlijk over iets van 90 euro voor de hele maand, hè? Ja, zoiets, ja. Ja, dus ruim gezegd, ja, gewoon rondaf 90 euro. Ja, daar moet ik dus in principe van eten, voor 90 euro in de maand. Dus wil je die uitdaging aangaan, probeer iets en ga gewoon een leuke vlog even maken. Toch? Ja, zeker. En want hoeveel heb jij aan te besteden? Ietsje minder. Ja, wat is iets minder? Misschien dat mensen ook met jou een challenge willen aangaan. Ik heb een inkomen van 150 in de maand momenteel. Dat is een beetje weinig. Ik heb verder geen andere inkomsten. En bij de Jumbo boodschappen doen, dat helpt natuurlijk wel. Ja, maar daar worden wij dus niet voor gesponsord, nee. Uiteraard. Nee, we worden niet voor gesponsord. Maar, dus? Hoeveel hou jij, als jij boodschappen gaat doen, ja. Hoeveel hou jij over per maand? Ik hou eigenlijk helemaal niks over per maand. Ik kom eigenlijk tekort. Dus, wie wil met jou een challenge aangaan? Wie wil met mij een challenge aangaan? Om
toch te kijken hoe je je inkomen een beetje kan verhogen, dat je het een beetje normaal kan leven. Nou, dus dat zijn twee challenges, mensen. Wie gaat de uitdaging met ons beiden aan? Nou, wij zijn dus nou net even lekker bij de dierentuin geweest. Heb ik even weer mooie foto's gemaakt. Ja, hele mooie foto's. En die komen vandaag ook weer op mijn internetpagina van Facebook. En waarschijnlijk ook van mijn andere internetpagina. Dus die zet ik ook nog even in de beschrijving. Alleen, dat gaat mijn mannetje even doen. Of had je dat al gedaan, de van en van wix.com? Nee, ja? Nee, nog niet. Oké. Nou, die komt dus nog sowieso even in. En dan, het wordt een beetje donker zo. Ja, ik moet hem zo houden. Nee, ga ik straks weer eten. En wat weet ik nog niet, maar dat ga ik jullie weer laten zien wat ik ga eten. En wat ga jij eten vanavond? Denk aardappeltjes. Oké, goed zo. Met wat? Met iets erbij. Oké. Kijk wat er in de vriezer ligt. Doe je goed. Mooi toch? Ja, precies. Nou, en ik zou zeggen tot later, straks, vanavond. Ja, hi. Ik ben weer thuis en ik ben nu eventjes iets aan het kijken en dat ontroert mij toch wel. Dat is Over de Streep, de Rosa in Amsterdam-Noord. En ik zou zeggen, als je zoiets hebt van dat wil ik ook kijken, gewoon kijken. Want als jij mij echt zou kennen, zou je weten dat ik niet echt een hele fijne jeugd heb gehad. Dus ja. En mijn jeugd, dat wens ik echt gewoon niemand toe. Nee. Maar ik zal de link van dit wel in mijn beschrijving zetten. En dan laat ik het aan jullie over of jullie het ook willen zien. Nou, ik heb al lekker het eten voor me. Lekker op een broodje, lekker varkenshaas op schaal. Ja, heerlijk. Die was ook lekker in de aanbieding. Dus die laat ik jullie even zien en dan ga ik lekker eten. Kijk, varkenshaas, heerlijk. Nou, ik ga dat even eten. Eet smakelijk, jullie ook. En tot de volgende vlog maar weer, hè.